Goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Siro. U heeft weer een Passat hybride gevonden. We hebben veel hybride auto's staan, kijk daarvoor even op autosiro.nl. Let op, ze staan extra BTW. Dit is een prachtig mooie uitvoering, Highline. Hij heeft onder andere de LED-koplampen, parkeersensoren, de LED-dagrijverlichting. Er moeten eigenlijk een paar luxe nummerplaten op. Nou, koop je deze auto, gaan we dat zeker voor je regelen. Wat mij betreft de mooiste lichtmetalen velgen. Het is een keurige bereider geweest, want de velgranden zijn onbeschadigd. De binnenkant is iets donkerder gecoat, door het nog wat chiquer wordt. Mooie blauwe metallic kleur, waardoor het originele privacyglas ook goed uitkomt. Chrome lijsten van de ruiten, de chrome dakreling en dan met het donkere interieur. De aluminium afwerking, de lederen deurpanelen. Ja, en de zitting, daar kopen veel mensen voor. De ergo comfortstoelen. Mocht je lange benen hebben, dit is prima uit te schuiven. Ze bieden veel zijdelingse steun. Zoals je ziet is de bekleding allemaal keurig netjes. Zowel op het stuurwiel, als op de pook, als op de stoelen. Ja, hij is super compleet, met onder andere ook de digitale cockpit. Een veelgevraagde optie. Analoge klokje, het grote scherm navigatie. Telefoonvoorbereiding, je kunt dus je telefoon koppelen, je kunt de muziek streamen. Hij heeft een gescheiden climate control. Leaseplan Nederland, daar hebben we hem van gekocht. Voordeel daarvan is, hij heeft altijd keurig op tijd het onderhoud gehad. Zoals je ziet, alle stempeltjes staan er netjes in. En wij hebben de mogelijkheid tot controleren van het voertuig. Dat doen we, daar zijn we heel secuur op. Waarom? Is er iets goed met de auto? Kunnen we dat verhalen op de leasemaatschappij? We zijn dus gewaarborgd van een perfecte auto. Dan de beenruimte. Ja, dat is immens. Hoofd, beenruimte, allebei perfect. En natuurlijk ook het mooie grote glazen panoramadak met schuif- en kantelfunctie. Ook hier de blauwe sfeerverlichting. Dat is ook een optie bij Volkswagen. Deze is ook voorzien van een wegklapbare trekhaak. Die is elektrisch te bedienen. Je klikt hem eventjes vast en het is klaar. Nou, de kofferruimte is natuurlijk ook bijzonder groot. En hij mag gewoon je caravan trekken. We hebben genoeg praktijkvoorbeelden van mensen die Passat diesel van ons reden nu een hybride hebben gekocht. Ja, dat gaat perfect samen. Gecombineerd heb je 200 pk. En het voordeel van de Volkswagen is, met een volle accu rijdt tussen de 40 en de 50 kilometer. Dus zit je binnen die afstand bijvoorbeeld op je werk en heb je daar een laadmogelijkheid, ja, dan kun je elektrisch heen en weer. Je kunt hem thuis opladen in stopcontact. Je kunt hem ook in een laadpaal kun je hem opladen. Mocht je een paar zonnepanelen hebben op je dak, ja, dan rij je gewoon echt heel goedkoop. Zijn er dan ook nadelen? Jazeker, ze worden schaarser. We kunnen ze bijna niet meer krijgen, dus wil je er een? Zul je wel ongeveer moeten gaan aanschaffen. En dit exemplaar, ja, je ziet het op de film, geen spatjes, sneeuwslag, niks. Mooie kilometerstand, ja, de meeste komen pas rond de 2 ton de lease uit. Nou ja, deze rond de 150 is natuurlijk een hele mooie stad. Dus wat dat betreft, wegenbelasting, slechts 35 euro. Rij je nu een Passat diesel, dan ben je rond de 150 euro kwijt. Dus dat is de eerste ruim 100 euro die je in de zak houdt. Ben je enthousiast, ben je van harte welkom voor een proefrit. Maak dat even kenbaar van tevoren, zorgen wij dat hij opgeladen voor je klaar staat. Zeg je, joh, ik geloof het wel, ik ken deze auto's, ik wil graag een maatwerkvoorstel ontvangen. Dat doen we ook graag. Heb je wat in te ruilen, app of mail even wat foto's van je auto door. En dan reageren we heel snel. Bedankt voor het kijken.